Op maandag 11 december 1944 rond het middaguur nemen 8 Engelse jachtvliegtuigen het stationsgebied onder vuur. Het is de bedoeling om Duitse V2-raketten op de treinen uit te schakelen, maar de bommen missen het doel en komen in de straten rond het station terecht. De broers Maas en Aad van Hoeken zijn er getuige van en kunnen net op tijd dekking zoeken. Nee, hier lagen wij in dit muurtje. Ja, ja. Ik heb mijn fiets zelf hier neergegooid hiervoor en die Duitsers riepen... Mein lieber Gott. Mein lieber Gott. Nee, we gingen eerst liggen. Wij gingen er liggen en toen twee Duitsers sprongen op ons. Die kwamen daar vandaan, ja. Ja, die kwamen daar vandaan. Ja. En die bleven roepen, oh mijn lieber God. Ja. En daarna was een geweldige dreun, toen viel die bom dus daar. Ja. En dat heeft tot gevolg dat dit gebouw instort. De mensen die daar dekking zoeken hebben minder geluk dan de broers. Chris van Beek is nog niet geboren als zijn vader wordt bedolven onder het puin. Na de oorlog hebben ze hem gevonden. En een van de dingen die hij bij zich droeg, die hij altijd bij zich droeg, was deze rozenkrans. En die heb ik tot op de dag van vandaag in mijn bezit. En natuurlijk, hij was op de verkeerde plaats. En er zijn ook mensen die een schuilplaats zochten direct aan de overkant. En die konden na het bombardement ook gewoon weer hun weg vervolgen. Maar wat je dan later denkt, het merkwaardige heb ik ook geschreven later, dat we toch daarna toch naar huis gegaan zijn. Niet rustig naar huis, maar toch gauw naar huis. Ja. En dat we eigenlijk daar vanzelf niet zoveel meer overhouden. Ja, die herinnering hebben we gehad, maar we zijn daar niet van onthutst geraakt, dat niet. Doet het u nou nog wat als u hier langs loopt? Het doet nog wat. In die zin dat ik... niet zozeer het moment van het overlijden van mijn vader, maar ook de zorg die mijn moeder de jaren direct daarna heeft gehad voor haar 3 kinderen. En dat moet en als je zelf een vader bent van kinderen, weet je dat de zorg om kinderen en om je gezin, dat heel belangrijk is. En dus die zorg om mijn moeder, ja, dat doet me wat.